Weet u waarom wij sterven? Is er een toekomstverwachting zonder het vooruitzicht op sterven? Waar vinden we de informatie? In de voorgaande video's is het duidelijke bewijs geleverd dat God de schepper is van het universum, de aarde, met al zijn voorzieningen, waarbij ook onze eerste voorouders. De aarde is met al zijn voorzieningen speciaal ontworpen om mensen een gelukkig bestaan te geven en er voor eeuwig op te leven. Het gereedmaken van de aarde voor onze voorouders vond plaats in 7 scheppingsperioden die in de Bijbel worden beschreven als 7 dagen. Dit kunnen nooit letterlijke dagen zijn van 24 uur. Onze voorouders kwamen tot leven in de voor hen aangelegde tuin van Eden. Voor het scheppen van de mens maakte God gebruik van de aanwezige elementen van de aarde. Door het geven van de levensadem, wat we misschien kunnen vergelijken met wat er thans bij reanimatie gebeurt, werd de mens een levende ziel. De toepasselijke naam Adam betekent aardse mens of mens van de aarde. De schepping van de mens onderscheidt zich duidelijk van de dieren die daarvoor werden geschapen. In Genesis 1, vers 26 lezen we dat de mens werd geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Dit wil zeggen dat de mens in zekere mate over eigenschappen beschikt die ook God heeft. De dieren zijn geschapen met een instinct of een ingebracht patroon van leven. Mensen beschikken over wijsheid, kunnen creatief zijn, kunnen ontwerpen, kunnen liefhebben, kunnen macht uitoefenen, hebben een geweten dat aangeeft wat juist en verkeerd is en ook wat rechtvaardig is. Zij beschikken over een vrije wil om zelf beslissingen te kunnen nemen. Ze zijn dus geen robot in de hand van God. Uit vrije wil en dankbaarheid kunnen zij hun schepper dienen en gehoorzamen. Zij werden zonder gebreken volmaakt geschapen om voor eeuwig op aarde te kunnen leven. Hun volmaakte lichaamcellen zouden zich voortdurend blijven kopiëren en vervangen door nieuwe lichaamcellen, zodat er geen veroudering ontstaat met het uiteindelijke sterven. Onze voorouders werden echter voor de keus gesteld om de wil van God te doen, waardoor zij voor eeuwig op aarde kunnen blijven leven. Maar zij konden het ook verkiezen om God ongehoorzaam te zijn en dan de dood te sterven. Ze hadden goede redenen om groot vertrouwen in hun schepper te hebben en God in dankbaarheid te dienen. Toch lieten ze zich beïnvloeden door een leugen dat zij aan God gelijk konden worden. Dit was een bewuste keus met ernstige gevolgen voor hunzelf en hun nakomelingen. Zij verloren hun volmaaktheid, waardoor zij sterfelijk werden, waarna zij hun gebreken aan hun nakomelingen doorgaven. Door wetenschappelijk onderzoek is het duidelijk geworden dat de eigenschappen die zich in de genen van elke cellenkern bevinden, worden doorgegeven aan het nageslacht. De eerste nakomelingen van Adam stonden dichter bij de volmaaktheid en konden zelfs meer dan 900 jaar oud worden. Adam werd zelfs 930 jaar oud.
Methuselah behaalde zelfs de leeftijd van 969 jaar. In Romeinen 5 vers 12 beschrijft Paulus de ernstige gevolgen van de overtreding van onze voorouders met: door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. En zo is de dood voor ieder mens gekomen. Dit is een duidelijke vaststelling van de gevolgen van de onvolmaaktheid die wij van onze voorouders hebben meegekregen. Kunnen we uitzien naar het herstel van eeuwig leven? Onze toekomst is gelukkig niet uitzichtloos. In de Hebreeuwse geschriften of het Oude Testament van de Bijbel werd de komst van de Messias bekendgemaakt. God heeft meer dan 2000 jaar geleden het leven van zijn hemelse zoon overgebracht naar de baarmoeder van de vrouw Maria. Gods engel maakte aan haar verloofde Jozef bekend dat wat in haar verwekt is door Heilige Geest is en de naam Jezus moet krijgen. Hij zal zijn volk van hun zonde redden. Jezus werd geboren als een volmaakt mens. Door het volmaakte leven dat Christus offerde aan de martelpaal is verzoening bewerkstelligd en is de weg ten leven hersteld. Paulus verklaarde dit verder in Romeinen 5 vers 18. Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. Johannes schrijft in 1 Johannes 2 vers 2: Hij is een zoenoffer voor onze zonden, echter niet alleen voor de onze, maar ook voor de gehele wereld. Iedereen kan door middel van Christus' zoenoffer het vooruitzicht hebben op een toekomst van eeuwig leven. Deze regeling van verzoening getuigt van de grote liefde van God en Jezus Christus voor de mensen. Johannes schrijft: En hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat wij door Hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. We kunnen alle gebruik maken van de waarde van Christus' zoenoffer en vooruitzien naar het herstel van eeuwig leven. Met onze vrije wil dienen we ons te onderwerpen aan de voorwaarden die God in de Bijbel heeft laten opschrijven. Heeft God de bestemming van de aarde voor het herstel van eeuwig leven veranderd in een toekomstig leven in de hemel? Het vooruitzicht van eeuwig leven op aarde is niet veranderd. God heeft voorzieningen getroffen dat wij als mensen weer lichamelijk en geestelijk gezond zullen worden en kunnen terugkeren tot de volmaaktheid. Dit zal gebeuren door middel van het Koninkrijk van God, waar Christus ons voor leerde bidden. Gods Koninkrijk is een echte regering vanuit de hemel, met Christus als de regeerder en daarbij 144.000 mederegeerders die van de aarde afkomstig zijn. Op de avond voordat Christus zijn leven gaf,
maakte hij aan zijn discipelen bekend dat hij in de hemel voor hen een plaats zal bereiden en dan terug zal komen om hen in de hemel te ontvangen. Een beperkt aantal mensen krijgen de uitnodiging om de toekomstige mederegeerders met Christus te zullen zijn. Zij dienen vervolgens tot het einde van hun leven of het einde van dit wereldstelsel God getrouw te zijn om waardige mederegeerders met Christus te zijn. Zoals Paulus het schrijft, worden zij als Gods zonen aanvaard en zijn erfgenamen met Christus. Zij die in getrouwheid gestorven zijn, zullen op Gods bestemde tijd een opstanding verkrijgen en vervolgens met hen die in leven zijn, naar de hemel gaan. Het is duidelijk dat de toekomstige mederegeerders die naar de hemel gaan in aantal klein zullen zijn in vergelijking met het aantal toekomstige onderdanen van Gods koninkrijk die de aarde zullen gaan bevolken. Wat is de oorsprong van de leer van de onsterfelijke ziel? De meeste christelijke religies onderwijzen dat mensen een onsterfelijke ziel hebben die na de dood het lichaam verlaat en dan naar de hemel of de hel gaan. Deze leerstelling is overgenomen van de katholieke kerk. De Bijbel leert dat een mens niet een ziel heeft, maar een ziel is. Adam werd bij de schepping een levende ziel. Als gevolg van de zonde sterft de mens als een ziel. De hel, zoals vertaald uit het Hebreeuwse woord Sheol en het Griekse woord Hades, is het graf waar de doden onbewust verblijven met het vooruitzicht op een toekomstige opstanding. Ook Christus was gedurende 3 dagen in de Hades, het graf waaruit hij door zijn vader werd opgewekt. De Bijbel onderwijst dat op Gods bestemde tijd de opstanding uit de doden zal plaatsvinden. Martha, wiens broer Lazarus was gestorven, zei tegen Jezus Christus: ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Ook zij zag uit naar de tijd dat Gods koninkrijk regeert en de opstanding van de doden zal plaatsvinden. Zoals we in Johannes 5 vers 28 lezen, onderwees Christus dat er een moment zal komen dat de doden zijn stem zullen horen en uit hun graf zullen komen. Toen de katholieke kerk in het jaar 325 tot stand kwam, werden christelijke leerstellingen vermengd met de Griekse filosofie, zoals uit de 4e eeuw voor Christus de beïnvloeding door de wijsgeren Socrates en Plato, die het begrip ziel verklaarden als een onstoffelijke kosmische geest of een onsterfelijke ziel. De door de katholieke kerk heilig verklaarde kerkvader Augustinus wordt beschouwd als de invloedrijkste christelijke denker. Augustinus was een krachtige ondersteuner van de leer van Socrates en Plato. Ook Luther en Calvijn hebben deze leer in hun geloofbelijdenissen opgenomen. Heb alleen vertrouwen in de echte waarheid die God onderwijst in de Bijbel. Laat u niet misleiden zoals onze voorouders door te geloven als God in de hemel te zullen zijn. Wij zijn voor deze aarde geschapen en niet om als engelen in de hemel te leven.
De verwachting van het gaan naar de hemel is een indoctrinatie van de kerken gebaseerd op de Griekse filosofie. Als er een kind sterft, zegt men vaak dat God een engel nodig heeft. Als u ernstig ziek bent, zoekt u voor genezing. U denkt er niet aan om graag te willen sterven om bij God in de hemel te zijn. U voelt zich met deze aarde verbonden en streeft naar een lang mogelijk gezond leven. Een toekomstig leven op aarde komt overeen met het natuurlijke verlangen van ons mensen. Dit is de echte belofte die God zal verwezenlijken met de woorden: de wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Dit blijven is op deze aarde en is geen overgaan naar de hemel. Christus zegt dat wij zijn stem zullen horen en zullen opstaan uit de toestand van de dood. We hebben nu de gelegenheid om met onze vrije wil de wil van God te doen, zodat we het vooruitzicht kunnen hebben om in de toekomst onder de regering van Gods Koninkrijk met vrede en gerechtigheid voor eeuwig op deze aarde te kunnen wonen. Dank u voor uw aandacht. Ga ook naar de andere video's op youtube.com/tabib01 en de website debijbeltroes.info.